Het scheelt eigenlijk maar 0,11%. Dus het is eigenlijk echt een sigaret doos. Ik denk dat je er hooguit een paar euro van open houdt. Als je er een kop koffie extra van kan drinken, dan heb je het goed gedaan. Maar goed, ze kunnen weer leuk neerzetten dat ze de inkomstenbelasting hebben verlaagd. Een hele goede dag allemaal. Joran hier en welkom terug bij weer een nieuwe video van de Real Estate Masterclass. En vandaag, hoe kan het ook anders, bespreken we een aantal plannen die vandaag zijn aangekondigd tijdens Prinsjesdag. Nou Prinsesdag. Is ongetwijfeld bij jou bekend. En daarin staan een hoop financiële plannen en begrotingen voor volgend jaar, voor 2023. Ik kijk er altijd elk jaar heel erg naar uit. Je bent toch een beetje benieuwd of je er vooruit, uh, op, op vooruit gaat of op achteruit. En uh, in dit geval is het nog interessanter geworden omdat ik ja, sinds kort investeer in vastgoed. En dat maakt het nog interessanter. Dit is mijn tweede Prinsjesdag die ik meemaak als vastgoedinvesteerder. En uh, vandaag wil ik met je gaan kijken welke plannen er voor volgend jaar aangekondigd zijn. Welke er ook al definitief zijn. En wat voor invloed dat heeft op jouw vastgoedportefeuille. Laten we gaan kijken. Ik heb hier het Belastingplan voor 2023, heb ik uh, paraat, heb ik even gedownload van de website van de Rijksoverheid. En ik ga even inzoomen. Niet alles is natuurlijk even belangrijk voor jouzelf. En welke ik even aan je wat laat zien is op het gebied van klimaat geldt er vanaf volgend jaar een btw nul tarief op zonnepanelen. Dus de btw gaat van 21% naar 0%. Voor degenen die zonnepanelen hebben, die weten, ja, die btw die kon je dit jaar al terugvragen. Maar als je jouw woning in de vrije sector wil krijgen... En je wilde dat doen door middel van zonnepanelen, dan kon je niet oneindig die btw blijven terugvragen. Eigenlijk was die btw aftrek alleen geschikt voor als je die zonnepanelen op je eigen woning legt. Nou, per volgend jaar maakt dat dus niet meer uit, want vanaf dan zijn de zonnepanelen vrijgesteld van btw. Het enige wat ik hoop is dat die btw ook daadwerkelijk in mindering wordt gebracht op de prijzen en dat de fabrikanten niet denken van hé, hey, we maken onze zonnepanelen in één keer 21% duurder, want dan hebben we er niks aan. Het volgende punt is het box 3 herstel- en overbruggingswetgeving. Nou box 3 hebben we het al een paar keer over gehad, dat is echt een hoofdpijndossier van de overheid. Want hoe gaan ze die belasting nou precies heffen en hoe gaan ze berekenen hoeveel vermogen jij bezit? En er wordt heel vaak gesproken over belasting op vermogen en belasting op inkomen. Uit vermogen. Nou, en bij vastgoed weet je, er zijn twee manieren waardoor je met vastgoed vermogen opbouwt. De stijging van de huizenprijzen op de lange termijn en de huuropbrengsten op korte termijn. En welke van de twee belast gaan worden en hoe, ja, dat is nog steeds de planning. Voor nu zien we in ieder geval dat tot 2026 wordt uitgegaan van werkelijk verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. En dat er tot die tijd dus een noodwetgeving uh, uh, van, de, van de kracht is. En die noodwetgeving die is voor ons nog. Heel gunstig. Dus pas vanaf 2026 moeten we ons weer verder verdiepen in hoe box 3 er precies uitkomt te zien. En als de plannen dan veranderen, dan kan het zijn dat het gunstiger wordt om vastgoed, vastgoed aan te kopen in box 2. Dus uh, op de naam van een BV. Maar goed, dat zien we tegen die tijd weer. Zoals je weet, mijn prinsjes dachten, de belastingtarieven verschillen elk jaar weer. Dus. Um Vier jaar in de toekomst kunnen we gewoon niet kijken. Vervolgens een belangrijke, de overdrachtsbelasting gaat weer omhoog. In 2021 ging de overdrachtsbelasting al omhoog van 2% naar 8%. Dus een stijging van 400%. Volgend jaar gaat de overdrachtsbelasting weer omhoog. Uh, deze keer niet met uh, dezelfde factor, gelukkig. De overdrachtsbelasting gaat per volgend jaar naar 10,4%. Dat is niet zo'n harde stijging als eerst, maar het scheelt natuurlijk alsnog wel flink bij de aankoop van jouw vastgoed. Dus als je die 2,4% verschil wil besparen, dan zou ik je aanraden: zorg ervoor dat je dit, dit jaar voor 31 december nog je vastgoed aankoopt. Een vraag die ik vaak krijg is: ja, wat is dan leidend? Het tekenen van de koopovereenkomst. Maar het is het passeren bij de notaris, wat bepalend is voor de overdragsbelasting. Dus passeer jij een woning op 1 januari. Wat waarschijnlijk niet kan, want dan zijn alle notariskontoren dicht. Maar 2 januari, dan betaal je 10,4%. Stel je voor je passeert op 31 december, dan betaal je nog 8%. Dus het scheelt aanzienlijk. Vervolgens gaat de inkomstenbelasting omlaag. Zoals we hier zien, het tarief in de eerste schijf... Tot 73.000 euro. Aan de inkomsten. Bruto wordt 36%. Procent, en dat was 37%. Procent. Het scheelt eigenlijk maar 0,11%. Dus het is eigenlijk echt een sigaret tegen doos. Ik denk dat je er hooguit een paar euro van openhoudt. houdt. Als je er een kop koffie extra van kan drinken, dan heb je het goed gedaan. Maar goed, ze kunnen weer leuk neerzetten dat ze de inkomstenbelasting hebben verlaagd. Vervolgens gaat de vennootschapsbelasting gaat wel omhoog. Dus als jij op dit moment een ondernemer bent, dan zal je meer belasting gaan betalen. Ik ben zelf ook ondernemer, dus ik ben hier niet per se blij mee. Ook omdat het een best wel forse stijging betreft. De, over, de, sorry, de vennootschapsbelasting gaat van 15% naar 19%. En dat, was best wel, uh, dat is best wel fors. Ook omdat dat op twee manieren werkt. Eerst betaalde je de vennootschapsbelasting over 395.000 euro. En nu is dat tot 200.000 euro. Dus zowel de schijf van de vennootschapsbelasting gaat omlaag als de belasting op die schijf die gaat omhoog. Gaan we door naar van de website van de Rijksoverheid naar het AD. Wat staat er in de Prinsjesdagplannen? En nogmaals, ik bespreek even de dingen die voor jou relevant kunnen zijn als vastgoedinvesteerder. We zien dat de beurs voor uitwonende studenten wordt verhoogd in zowel 2023 als 2024. En als je in de pechgeneratie zit, dus de generatie tussen nou, 2015 en 2021... waarin je dus ja, helemaal geen basisbeurs hebt ontvangen, dan is dit extra zuur. Voor de studenten die nog gaan komen is dit dus heel waardevol. En voor jou als vastgoedinvesteerder kan dit ook heel interessant zijn. De afgelopen maanden heb ik gezegd, verhuren inclusief gaswaterlicht is iets wat je absoluut niet meer moet willen. Omdat de gasprijzen natuurlijk ja, door het dak gaan. En vaak als je verhuurt aan studenten, dan verhuur je inclusief gaswaterlicht. En dat is super sneu, want verhuren aan studenten was op die manier helemaal niet meer rendabel. Maar goed... Nu gaan we zo meteen bespreken, komt er een, plafond, een prijsplafond voor de energieprijzen. En als de vergoeding voor uitwonende studenten dan ook nog eens omhoog gaat, dan kan het best zijn dat investeren in vastgoed voor kamervuur, voor studenten, weer heel interessant wordt. Want als die studenten een hogere uitwonende beurs krijgen, dan kunnen ze ook een duurdere kamer veroorloven. Vervolgens vermogenden worden zwaarder aangeslagen. De belasting op spaargeld, aandelen en een tweede huis gaat omhoog van 31 naar 34 procent. Nu denk je misschien Joran. Dat is gigantisch, wat een gigantische belastingverhoging, 3%. Maar het is goed om te weten, momenteel is de berekening nog steeds dat je belasting betaalt over jouw vermogen. Wat is jouw vermogen? Dat is de waarde van jouw bezittingen minus je schulden. Nou, als je vastgoed aankoopt, dan raden wij nog steeds aan om dat te doen met een hypotheek. En dat betekent dat je je hypotheekschuld van jouw WOZ-waarde af mag halen. Dus als jij een woning bezit van 2 ton, dan betaal je geen belasting over die 2 ton. Je belasting betaal je over die woning van 2 ton minus die hypotheek van bijvoorbeeld 180.000 euro. Dus dat betekent dat de overheid zegt van ja, je hebt wel een huis van 2 ton, maar je hebt eigenlijk maar 20.000 euro aan daadwerkelijk vermogen. En daarover betaal je dan belasting. Dus deze belastingverhoging vind ik niet zo heel spannend. Heffingsvrij vermogen gaat omhoog van uh, 50.000 euro naar 57.000 euro. Dus dat betekent, stel je voor in de berekening van net, dat je echte vermogen op 20.000 euro uitkomt, dat je dan... Uh, ...bijna drie panden kan bezitten voordat jij ook maar een euro aan box 3 belasting hoeft te betalen. Uh, dus dat betekent als jij meer dan 57.000 euro aan puur aandelen hebt of puur aan crypto... ...ja, dan ga je wel belasting betalen. En dan als laatste het stukje uit de NRC die de miljoenennota goed heeft bijgehouden. 28 minuten geleden bijgewerkt. Het minimumloon gaat naar 1934 euro. En dat geldt per 1 januari. En dat is een flinke stijging, want de minimumloon is momenteel 1756 euro per maand. Dus bijna 200 euro meer. Is dit voordelig? Ik vind van wel. Want zoals we al vaker hebben gezegd, vaak zie je dat de arme mensen worden armer en de rijke mensen worden rijker. En de minimumloon, nou, ik hoop voor jou dat je niet. Minimaal verdient, maar als je minimum verdient, dan krijg je er nu 200 euro bijna bruto per maand bij. En dat zal een gigantische impact maken op hoeveel jij te besteden hebt. Dus dat maakt het voor die mensen weer een stuk uh, ja, beter om rond te komen. Dus dit vind ik oprecht een hele goede maatregel. Even afhankelijk van uh, van welke politieke partij je stemt, um, is dit een hele goede maatregel. En dan als laatste, die was eigenlijk al bekend, maar ja, nu echt het afbouwen van de schenkingsvrijstelling. Ook wel de jubelton genoemd. Kijk even mee. Vorig jaar kon je nog meer dan een ton belastingvrij schenken aan je kinderen als die dat gingen gebruiken voor de aankoop of van de verbouwing van hun woning. Nou, per 1 januari 2023 wordt dat 28.000 euro. Dus er gaat ja, gewoon echt twee, uh, sorry, drie vierde gaat er vanaf. En per 1 januari wordt de Schenkingsvrijstelling helemaal afgeschaft, dus vanaf dan kan je nog prima geld aan je kinderen schenken, maar dan moet je er belasting over gaan betalen. Um, dus die schenkingsvrijstelling die wordt in eerste instantie verlaagd en daarna wordt die helemaal afgeschaft. En dat betekent dus als je als ouder je kind nog wil helpen aan een pand. Ja, dan moet je dit jaar moet je echt hebben van de schenkingsvrijstelling. Ook omdat je die schenking in meerdere termijnen kan betalen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen... Joh, ik geef je nu de schenking, maar ik betaal je, hem je in twee termijnen. Eén termijn in 2023 en één termijn in 2024. En dan betaal je alsnog geen schenkbelasting. Dus een hoop ontwikkelingen weer voor Prinsjesdag. Sommige dingen zijn positief voor ons. Bijvoorbeeld de uitwonende beurs... Voor studenten dat die omhoog gaat, dat biedt echt kansen. En minimumlonen gaan omhoog. Daardoor kunnen mensen ja, gewoon veel beter een woonruimte betalen. Sommige, mensen, sommige dingen zijn nadelig voor ons. Een beetje box 3. Maar het belangrijkste hieruit vind ik toch wel de stijging van de overdrachtsbelasting. Die dus weer omhoog gaat. In dit geval met 2,4%. Nou, dat kan nog best wel schelen. Even een makkelijke rekensom. Stel je voor, je koopt een woning van 2 ton. Dat betekent dat jou dat iets meer dan 4000 euro... In negatieve zin gaat kosten voor de stijging van de overdragsbelasting. Maar het is nog niet te laat. De plannen zijn nu aangekocht. En als je nu gaat anticiperen, dan kan je nog prima voor 31 december een beleggingspand aankopen. Dus dat gezegd hebben, wil ik de video afsluiten. Super bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je een leuke Prinsjesdag gehad. Mijn naam is Joran, en ik zie je graag weer in de volgende video.